Goedendag en hartelijk welkom bij Autisme TV. Fijn dat u, dat jij weer kijkt. Het is alweer de derde uitzending in onze reeks deze week. In deze uitzending staan ouders en verzorgers centraal. Iedere ouder wil het beste voor zijn kind. Maar wat is het beste voor een kind met autisme? Ouders zitten met veel vragen. Doe ik het goed? Moet ik wel of niet hulpverlening inschakelen? Wel of niet contact zoeken met school? Wel of niet benoemen dat mijn kind autisme heeft? Je ziet dat sommige ouders steun zoeken op internet, bij lotgenoten, via bijvoorbeeld een blog of via een forum. Want het is toch vaak zo dat andere ouders snappen wat je doormaakt. Een paar reacties van ouders van het internetforum www.kindmetautisme.nl. Mijn zoon van 13 met Asperger heeft wel eens een vriendje over de vloer. Hij vindt dat gezellig, maar ik merk dat dat voor het vriendje soms helemaal niet zo is. Ik ben bang dat hij zo helemaal geen vrienden meer heeft. Mijn man en ik zitten toch echt een beetje te twijfelen aan onze opvoeding. Doen we iets verkeerd? Onze oudste zoon van 4 interesseert Sinterklaas helemaal niks. Met dat soort dingen lijkt er totaal geen emotie te zijn. Onze dochter van 11 jaar heeft Asperger. Ik zie haar steeds verder van me wegglijden. Verder wil onze dochter bijna niets meer ondernemen. Ze begint er nu echt ongelukkig uit te zien. Ze verzorgt zichzelf minder goed, gaat ongewassen naar bed, weigert tanden te poetsen en afgesproken klusjes weigert ze uit te voeren. Ja, je ziet dat bezorgdheid vaak die reacties kenmerkt. Nou, heeft u tijdens of na de uitzending behoefte om te bellen, dan kan dat net als gisteren en eergisteren. We hebben weer mensen klaar zitten. Het nummer is 026 4x3 037. Ik heb bijna uit mijn hoofd nu voor de derde keer. 026 4x3 037. We gaan praten over verschillende onderwerpen en daar hebben we dan ook weer vandaag boeiende gasten voor uitgenodigd. Hartelijk welkom, Jeanette Wieken. Ja, dat ben jij. Ja, dat ben ik. Hoi. Moeder van 2 kinderen met autisme, docenten Engels. Al 20 jaar brugklasmentor. Ja. Al 12 jaar begeleid jij kinderen met ASS van de basisschool naar de middelbare school. Komen we straks uitgebreid op te praten. En in het najaar verschijnt een boek van jouw hand. En dat is eigenlijk een soort van schoolgids autisme. Zo heet het ook, schoolgids autisme. Van waar dat boek? Is er een urgentie? Ik heb, er is natuurlijk een heleboel over autisme op de markt. Maar ik dacht, ik had nog niet een boek gezien wat zowel aan ouders was gericht als aan hun kinderen. Ik heb de eerste helft aan de ouders gericht en de tweede helft aan de kinderen. Het gaat zowel over de overstap van groep 8 naar de middelbare school als de hele middelbare schoolperiode. En daar kun je vertrekken. Nou, je gaat ons straks vertellen wat we daarvan kunnen leren of oppikken. Hartelijk welkom ook Tom van Duren. Leerkracht op Mariendaal, dat is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Ook actief voor Steunpunt, Autisme Arnhem. Mm-hmm. Hoeveel leerlingen zitten er op jouw school? We hebben 430 leerlingen op VSO Mariendaal. Waarvan zo'n 160 leerlingen zo'n cluster 4 indicatie hebben. Dat zijn dan leerlingen met autisme. Dat is best een grote groep. Best wel, ja. Zeker. Is dat een groep die gegroeid is de afgelopen jaren? Of zie je... Ja, zeker. Er komen steeds meer kinderen. Ja, klopt. Bij jullie met autisme. Mm-hmm. Goed. We praten straks ook met jou verder. Onder andere ook over een leuke avond die jij gisteren hebt georganiseerd. Hè? Ja. Daar ben je nog vol van. Oud-leerlingen die jou hebben verteld hoe ze terugkijken op hun schooltijd. Ja. Hartelijk welkom ook Doreen Danen. Dank je wel. We gaan straks uitgebreid met jou spreken over jouw toch wel bijzondere gezin. Zo mag ik het zo zeggen. Ja. Maar niet voordat ik heb gemeld dat er in deze uitzending ook boeiende reportages te zien zijn. Bijvoorbeeld van Juri. Juri is een jongen van 20 met autisme die een succesvolle ondernemer is en zelf apps bouwt die in de App Store goed worden verkocht. Maar dat is wel eens anders geweest. Toen Juri 2,5 jaar was, is de officiële diagnose gesteld, autisme. En wat betekende dat voor jullie? Nou, dat was voor ons eigenlijk een bevestiging van wat wij al wisten en eigenlijk was dat heel fijn. Omdat heel veel mensen zeiden altijd van, voed dat kind eens op en pak het eens aan. Omdat hij heel impulsief was in zijn gedrag. En wij wisten, dat heeft helemaal geen zin, want hij is gewoon zo en hij is niet te pakken en te sturen. Straks over hoe Juri nu vergaat. Gaat goed.
En verder in deze uitzending ook aandacht voor logeerhuizen, voor kinderen, als je als ouder even op krachten wil komen. Dorien Dane is moeder van 3 kinderen, van een bijzonder gezin, zei ik net. Is het ook, hè? Ja, ik ervaar het zelf niet meer of niet als bijzonder. Het is gewoon mijn gezin, ons Dit gezin. Dit is jouw gezin. We hebben een paar foto's jouw gezin. Dit zijn, daar komt hij, jouw prachtige kinderen. Ja. Bjarne is 14 en dan hebben we Silke van 4 en Danieke van 11. En dit is papa? Dus, ja, dit is papa, Helmoet en Bjarne. Ja. En dit zijn jullie met z'n allen? Ja. En als je dit plaatje met z'n allen ziet, kan jij nou vertellen waarom autisme toch wel met een hoofdletter geschreven staat in jullie gezinsgeschiedenis? Danieke van 11 heeft Asperger en ADHD. Bjarne heeft ook Asperger en Helmoet, mijn man, heeft dus ook Asperger. Ja. En jij? Ik niet. En je jongste dochter? Dat is nog de vraag. We vragen ons af of het gedrag wat zij vertoont, of het kopieergedrag is, of dat het daadwerkelijk iets met autisme te maken heeft. Maar dat zal de tijd uitwijzen. Dat is natuurlijk, denk ik, niet het gezin wat je voor ogen hebt als je een gezin begint. Nee, maar daar kan je heel lang over nadenken. Maar dit is mijn gezin en hier hebben we het mee te doen. En dan kan je wel hele mooie dromen hebben over hoe het anders zou kunnen of hoe je het anders zou willen. Er gebeuren natuurlijk ook heel veel mooie dingen en daar moet je vooral naar kijken. Kun je eens schetsen hoe het in jullie gezin op een dag aan toe gaat? De kernzin is eigenlijk dat niets vanzelfsprekend is. Dat als je een onderbroek, dat als het standaard is dat iemand 's morgens een schone onderbroek aantrekt, dat je er niet zomaar vanuit kan gaan dat hij dat de volgende ochtend zelf doet. Dus dat blijft sturen. In hele kleine dingen. En als het niet bij de een is, dan is het bij de ander. En het lastigste is soms, omdat je met 3 mensen met autisme te maken hebt, dat ze elkaar nog wel eens in het vaarwater zitten of elkaar niet begrijpen. En ben jij dan degene die dat managt? Ja. Ik zeg wel eens van, ik ben net zo'n tolk die er dan tussenin zit, dat ik eerst aan de ene partij uitleg van, nee, dit bedoelt hij zus of zo. En dat ik dan aan de andere uitleg van, nee, dat heeft hij zo bedoeld. Want beide hebben steeds goede bedoelingen, maar ze begrijpen elkaar gewoon niet. En dat is gewoon lastig. Dat invoelend vermogen is gewoon weinig aanwezig. Jouw man wist pas op latere leeftijd, hè, dat hij Asperger had. Ja. Was dat naar aanleiding van onderzoek naar de kinderen? Ja, onze beide kinderen zijn in 2007 gediagnosticeerd. En mijn man medio 2008. En wat betekende dat voor... werd het gezin daardoor op een andere manier ingericht? Het bewustzijn dat hij dat ook heeft... Is dat van invloed op de wijze waarop je samen het gezin runt? Nou, voor mij vielen er, en voor mijn man natuurlijk ook, heel veel puzzelstukjes op zijn plek. Daar waar ik eerder nog dacht van, ben je nou zo dom of doe je nou zo dom? Wel, van had ik nu zoiets van, ja, oké, nou, nu begrijp ik het. Dit is gewoon, dat lukt even niet bij jou. En als ik iets van jou wil, dan moet ik dat gewoon vragen. En hij kan ook niet aan het puntje van mijn neus zien wat ik wil. Dus daar moet ik duidelijk in zijn. Dus dan kan je wel zeggen van, goh, waarom doet hij niks? Maar als ik ook niks vraag, dan weet hij niet wat ik bedoel. Of is het ook een voordeel dat een van de twee ook een vorm van autisme heeft, omdat hij misschien nog beter kan invoelen? Nee, invoelen is juist moeilijk. Ja. Hè? Wat de kinderen... Nee, dat is soms lastiger. Omdat ik merk zelf dat je gewoon, structuur is heel belangrijk. Maar soms moet je ook even van regels kunnen afwijken. Bij ons is de standaard van, weten ze wie de hond uit moet laten 's morgens. Maar soms loopt het wel eens spaak. En dan kan ik zeggen, laat maar even of ik doe het wel. Terwijl mijn man dan heel eerder kan zeggen van, dit is de afspraak en daar moet je je aan houden. En dat is gewoon een beetje doorheen laveren. En dan
Ja, het is wel bijzonder, want in al die opvoedingsbladen worden juist ouders er tegenwoordig op gewezen dat ze zichzelf ook aan de afspraken moeten houden. Dus in die zin zou je wat kunnen leren van, van jullie gezin. Het is wel, als je je aan de afspraken houdt, stel in die situatie van, joh, ik blijf bij mijn standpunt en ik zeg van, joh, je moet de hond uitlaten. Dan kan de situatie zo escaleren dat je dat ik dat voor wil zijn. Dus als ik voor een veilige oplossing kies en zeg van, joh, ik doe het straks wel of we maken daar een andere afspraak over. Dan hou ik het een beetje binnen de perken, dan kom ik haar tegemoet. En dan kunnen we het makkelijker ombuigen. Ja, als ik even, het is natuurlijk een verschil tussen je aan afspraken houden en rigide zijn. En ik denk dat mensen met autisme vaak rigide kunnen zijn. Ze gaan een afspraak houden terwijl het handiger is soms om daar toch van af te wijken. Ja. Ja. Bijvoorbeeld dat zij de hond uitlaat als bijvoorbeeld je een tijdnood komt of zoiets. Ja, dat klopt. Ja. In het begin zei je van, naast alle problemen zijn er ook een hoop mooie dingen. Wat beschouw jij als de mooie dingen? Ja, ik beschouw ons gezin niet als een bijzonder gezin. We zijn gewoon een gezin, gelukkig met een vader en moeder en drie kinderen. En we zijn daar enorm gezegend mee natuurlijk. En bij ons gaat niet alles standaard of alles zoals in een ander gezin gaat. Maar ik weet niet beter. Dit is mijn gezin. Maar jij hebt een vorm ervoor gevonden waardoor het gezin is zoals die is nu. En loopt. Ja. En afspraken maken is heel erg belangrijk, zeg je. Ja. Kan je dat ook overbrengen aan de zwemleraar? Aan de leerkracht op school? Aan de buurman of de buurvrouw? Vrienden, familie? Ik neem dat wel mee. Maar de een is daar meer, die staat daar meer voor open dan de ander. En op een gegeven moment dan houdt het natuurlijk op. Binnen onze familie gaat dat verder goed. En weten ze het ook wel, als je het kringetje iets groter maakt binnen de sportclub, wordt het wat lastiger. Want lopen nog zoveel andere kinderen rond. Want je vertelde net, toen wij al even aan het praten waren, over de manier waarop jouw dochter bijvoorbeeld ontstemd en kwaad terugkwam van een zwemles. Ja. Wat was daar de oorzaak van? Ja, onze dochter die zwemt in selectie. En zij was pas geleden gewoon heel ontstemd, omdat er ineens een andere trainer stond. Er waren opdrachten die niet helemaal duidelijk waren. Ze mocht niet naar het toilet, terwijl ze buikpijn had en ze was duizelig. En haar was niet uitgelegd waarom dat niet was. Terwijl die trainers zoiets hadden van, dat weet je toch wel. Dus ik ben daar achteraf naartoe gegaan en heb gevraagd naar de reden. En ik kreeg een reden, maar daar nam zij geen genoegen mee. En daarbij is weer niets is vanzelfsprekend. Alles heeft gewoon uitleg nodig. Hoeveel hulp van buitenaf heb jij voor je gezin? Er zijn natuurlijk waarschijnlijk coaches en begeleiders voor jouw kind. Ja, veel op dit moment. Ja. Onze beide kinderen hebben allebei een buddy. Daarnaast kinderarts vanwege controle medicatie. We hebben zelf een iemand in huis als gezinsbegeleiding, autismecoach. Wat is er nog meer? Het beeld wat jij mij schetst is het beeld van een moeder en een echtgenote die toch wel een fulltime taak heeft thuis. Had jij een baan of heb jij een baan? Ik heb tot eind december vorig jaar gewerkt als pas geleden, een aantal maanden terug. Als woonbegeleider op een woonlocatie voor verstandelijk gehandicapten. Dat ook nog? Ja. Wonder Woman is dat. Hoe doe je dat allemaal? Ja, precies. Ik werkte 24 uur per week, had onregelmatige diensten. Ik deed daar ook een opleiding bij. Totdat je op een gegeven moment op een punt komt waarvan je denkt van, dit wordt hem niet. Dit wil ik zo niet verder. Veel avonden en weekenden werken waarbij je thuis gewoon vaak spaak liep. Kinderen die steeds maar vroegen van, mam, wanneer ben je thuis? Heel onduidelijk was. Ik moest daar een punt achter zetten en ik ben gestopt. Ja, gestopt met werken. Met veel spijt? Vooral de eerste tijd heb ik dat enorm erg gevonden. Dat ik gewoon, ik hoefde nog maar een half jaar voor mijn opleiding. Dat ik dat niet kon afmaken. Maar vooral de rust die over mij kwam van, ik hoef dit weekend niet te werken. Ik ben thuis. Dat was al heel snel duidelijk.
Ja. En had dat ook effect op het gezin? Ja. Ja, gewoon meer rust. Ze vragen nog wel iedere keer, mam, ben je thuis vanmiddag? Ja, lieverd, ik ben thuis. Ja. En ik heb wel heel sterk, mijn tijd komt nog wel. Ik bedoel, er komen wel weer nieuwe dingen op mijn pad. En andere dingen werk. Ik doe dus de opleiding tot autismecoach bij Gijs, die hier gisteren zat. Gijs en Marjon. En we zien wel wat er komt. Ja. Ja. Wat een mooi mens ben jij, Dorien Dane. Dank je wel. Want je blijft hier zitten, want je kunt ook meepraten met de anderen. Welke school is nou het beste voor je kind? Een goede school vinden is niet makkelijk, voor niemand eigenlijk. Wat heeft je kind nou eigenlijk nodig? Kan een school dat bieden? Voelt je kind zich daar thuis? Ook over deze zorgen schrijven veel ouders op internetfora. We kijken even naar een paar reacties. Wij vragen ons af of onze dochter zich wel op een reguliere middelbare school staande kan houden. Door haar onzekere gedrag is ze namelijk een makkelijk pestslachtoffer. Iets wat nu al op de basisschool gebeurt. Wij vertrouwen onze kinderen een groot deel van hun leven aan een school toe. Hoe kunnen ze dan zo voorbij gaan aan het sociaal-emotionele stukje van zo'n kind? De juf zegt dat ze niet met Meerte kan werken. Wat moet ik daar nu mee? Ik word er zo verdrietig van dat je als ouder met een kind met beperking zo moet vechten voor dingen die voor anderen normaal zijn, bijvoorbeeld naar een school waar het kind op zijn gemak is. Jeanette Wieken, welkom nogmaals. Ja. Hè? Ja, moeder van twee kinderen. Misschien wel leuk om even ook naar jouw kinderen te kijken. Hè? Ja, dat is hartstikke leuk. Van die prachtkinderen. Ja. Jurre en Lotte, die verschijnen hier in beeld. Jurre is van 1990, ja. Dus die is nou 23. En Lotte is... Van 1918. Jongen. Die is 18. En ja. We hebben een paar foto's van helemaal in het begin. Dus, ja, ach, ja. Lotte nog een babytje. Dit zijn ze als kinderen. En we hebben ook nog een mooie foto als puber. Dit is pubers, hè? Dit is niet 23 nu. Nee, het zal wel groot zijn. Een stuk langer. Ja. Een beetje het Ivo-kapsel van onze gast van maandag. Ja, ja, klopt. Prachtige kinderen ook. Kinderen, als je naar die reacties kijkt die we net hebben laten zien, die je leest op internet voor, herken jij daar iets van? Ja, nou bij mijn kinderen, nou mijn dochter heeft naast haar autisme ook een verstandelijke handicap. Dus die heeft altijd in speciaal onderwijs gezeten, zit daar nog. Op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Mijn zoon heeft ook jarenlang in speciaal onderwijs gezeten. Is na de HAVO, heeft hij de overstap gemaakt naar het VWO. En dat moest regulier, want dat kon in speciaal onderwijs ook niet. Althans, dat kan niet in Gelderland. Heeft hij het daar gered? Ja, daar heeft hij het gered. En dat was op de school waar ik zelf les geef. Dan moet ik zeggen, ik zit vooral in de onderbouw. En de bovenbouw zit echt aan de overkant van de straat. Dus de lijntjes waren wel kort, maar we kwamen elkaar gewoon niet tegen. Want ik dacht, nou, dit moet hij alleen kunnen. Willen we weer aan een vervolgstap van universiteit kunnen denken. Maar het is allemaal goed gegaan. En, ja, want jij begeleidt, dat doe je nu al 12 jaar, hè? Ja. Kinderen en ook de ouders. Kinderen met ASS en de ouders. Op het moment dat die overstap gemaakt wordt van de basisschool naar de middelbare school. Ja. Is dat ook omdat je vindt dat kinderen met autisme op de reguliere middelbare school thuis horen? Nou, ik denk niet alle kinderen met autisme. Ik denk dat bijvoorbeeld mijn eigen zoon daar op 12-jarige leeftijd nog niet op een reguliere school had moeten zitten. Dat hij toen met de manier waarop hij autistisch was, met zijn Asperger, eigenlijk te kwetsbaar was. Maar ik denk voor een hoop kinderen met autisme kan het wel. Met gewoon wat kleine aanpassingen. Mag ik heel even tussendoor? Want hoe is dat met jouw oudste zoon gegaan? Is dat speciaal onderwijs geworden? Of is dat... Onze zoon heeft tot en met groep 7 heeft die regulier basisonderwijs gevolgd. We hebben de keuze gemaakt om groep 8 op speciaal onderwijs te doen. Omdat wij hem toch wat meer wilden meegeven. En zij dat op de reguliere basisschool niet konden geven. En daarna is hij het eerste jaar naar het VSO gegaan. Dus naar het speciaal voortgezet onderwijs. En dan was hij diep ongelukkig. En daar liep hij rond en zei hij wel eens van... mam, ik zit hier bij een stelletje gek op school. En toen zijn we gaan kijken naar een andere school regulieren... bij een kleine school uitgekomen. Dus het voordeel dat je een kleine school hebt kunnen vinden? Ja, het is ook alleen maar, wordt er alleen maar TL gegeven. En daar is een zorgcoördinator aangesteld... die alle rugzakleerlingen begeleidt. En dat is helemaal top. Ja, absoluut.
Want waar houdt bij jullie de begeleiding, wat houdt dat in? Als deze dus naar het reguliere onderwijs gaan? Nou, wij zetten vooral aan het begin zeg maar zwaar in. Dat de winst moet je pakken bij die overstap? Ja, ik heb ook op congressen altijd gehoord van dat de overstap naar het reguliere onderwijs of naar het voortgezet onderwijs vanuit het basisonderwijs vaak spaak liep. Doordat er te weinig communicatie was geweest tussen basisschool en middelbare school. Wat wij doen, we praten eerst met de ouders. Daar heb ik een beetje zo'n standaard vragenformulier inmiddels voor de onderwerpen die ik aan de orde wil laten komen. En diezelfde vragen stel ik dan later ook weer op de basisschool. En die bezoek ik allemaal. En ja, dan praat je met de ouders, praat je ongeveer een uur, met die basisschool ook. En soms is het heel opvallend, komen die beelden helemaal overeen. En soms variëren ze, zijn echt behoorlijk verschillende verhalen. En wat doe je er dan mee? Dat vraag ik wel aan de basisschool. Ja, maar goh, ouders hebben dit verteld. Maar het gebeurt ook gewoon bij autistische kinderen dat ze thuis soms heel ander gedrag vertonen dan op school. Dus dat wil niet per se zeggen dat een van de twee een verhaal zit te vertellen wat niet klopt of zo. Maar dan heb jij een reëel beeld. Maar dat betekent natuurlijk nog niet dat het kind met autisme het makkelijk zeg maar de school in gaat. Of hebben jullie dan een soort begeleidingsplan? Nou, ik vraag aan ouders en aan school wat ze denken wat dat kind aan speciale aandacht zal nodig hebben bij ons. Dan hebben wij het ook echt over van, ja, kunnen we dat? Want wij willen ervan uitgaan dat elk kind bij ons binnenkomt ook het diploma gaat halen. En niet we gaan het wel proberen en we zien wel waar het schip strandt. Een hele enkele keer strandt dat schip namelijk wel eens, gelukkig maar heel weinig. En dan moeten we echt zeggen, wij kunnen dit niet. En dan moet je een kind gaan verwijzen naar het speciaal onderwijs. En dat is vaak een hele lange weg. Dat heeft ons op zijn snelste is het binnen een half jaar een keer gelukt. Maar het is ook een keer anderhalf jaar geduurd. Maar waar zit de sleutel van het succes? Hè? Want we hadden het eerder al over die schoolgidsen, autisme. En voor een deel voor de kinderen geschreven, voor een deel voor de ouders. Maar er zit natuurlijk ook sleutel van succes bij de leerkrachten. Kunnen die ermee omgaan of niet? Ja. Nou ja, wat ik op onze school doe, is dat ik uit dat verhaal van die ouders in die school, daar destilleer ik een, nou, dat is denk ik uitgetypt een half A5'tje. Dat hebben alle docenten, voordat ze het kind al nog in de klas hebben gehad, zeg maar een dag voor de lessen beginnen, hebben ze dat gekregen. Dus die zijn, niet alleen de autistische leerling wordt voorbereid, maar ook de leerkrachten. Zo'n beetje, niet een algemeen verhaal over autisme, maar over hoe het autisme zich manifesteert bij dit kind. En waar ze dan wel en niet op moeten letten. Dat verhaal moet je ook af en toe soms bijstellen, want soms blijkt dat kinderen op de basisschool dingen doen en bij ons binnenkomen en lijkt wel of ze bepaalde dingen in één keer, zeg maar, bovendien komen ze ook in de puberteit. Dat komt natuurlijk ook in de puberteit. Wat ik doe tegenwoordig, 12 jaar geleden was het één Asperger die binnenkwam. Dit jaar waren het er 17 kinderen met de diagnose autisme in diverse brugklassen. Die nam ik op een gemeenschappelijk vrij uur, nam ik die apart, de eerste 7 weken. En dan heb je allerlei dingen die belangrijk zijn in het begin, bespreek je nog een keer apart met hun. En was het voor hun ook prettig? Oh. Jij bent ook maar dat autistisch. Betekent wel dat je van ze vraagt dat zij open zijn over hun autisme. Anders kun je eigenlijk niet deelnemen. Tenminste, ze kunnen dan weten ze het in elk geval van elkaar. Ja, wat wij graag willen is dat het in een klas verteld wordt dat iemand autisme heeft. Maar daar kun je natuurlijk een kind absoluut niet toe dwingen. Wij doen dat ook niet zonder met ouders en met het kind overleg te hebben. En zijn er wel eens leerkrachten die zeggen van, want je hebt het nu over 17, hè? Paar jaar 1. Die zegt, dit wordt me te veel. Ik bedoel, we zitten in een tijd dat je ziet dat de klassengrootte weer toeneemt op het middelbare. Ja. Maar volgens mij ook in de basisschool, hè? Maar op de middelbare school neemt weer toe. Dus in klassen van 31, 32, 33 is onderhand geen uitzondering meer. Klopt. Het gebeurt wel eens dat een bepaalde leraar met een bepaalde, al die 17 kinderen, die zitten niet allemaal in dezelfde klas. Hè? Want er zitten gymnasiasten bij en kinderen bij een HAVO-MAVO-brugklas. Ze zitten wel verspreid over diverse brugklassen. Maar het komt wel eens voor dat docenten het met een bepaalde leerling een periode lang erg moeilijk hebben.
Ja, en dat probeer je dan op te lossen. Door of dan met dat kind te praten om te kijken waar het aan ligt. Met de docent naar oplossingen te zoeken. Er zit ook een ambulant begeleider aan de school verbonden. Voor de leerlingen die een rugzak hebben. Maar dat zijn op het geheel van het aantal leerlingen met autisme die we hebben. Zijn dat eigenlijk heel weinig. Maar die doet ook een soort preventieve zorg. Dus die kan en het is bij jullie nog niet het geval dat zeg maar, jouw functie wordt wegbezuinigd in de huidige tijd? Belangrijk vindt? Ja, die berichten hoor ik tegenwoordig. Ja. Nou ja, dat zal wel met de rugzakjes zelf proberen. Dan op het moment dat rugzakjes wegvallen, valt er ook wel een deel van mijn tijd weg. Mag ik nog een aanvulling geven op die voorbereiding van... Ja, ik ben best wel benieuwd überhaupt hoe je tegen dit verhaal kijkt. Want jij bent, zeg maar, een vertegenwoordiger van het speciaal onderwijs. Onder andere, ja. En hier zie ik toch wel iemand zitten die vertegenwoordiger is van, als het kan, regulier onderwijs. Ja, nou, daar is niks mis mee. Wat ik als aanvulling wil geven, dat is dat er diverse trainingen worden aangeboden voor leerlingen met autisme, die in groep 8 zitten van de basisschool. En dat is de zogenaamde opstaptraining. Die wordt gegeven door ambulante begeleiders. Ik weet dat dokter Leo Kannenhuis, die geeft ook een training van basis naar brug. Mm-hmm. En dat is een vrij lange sessie, maar dat is wel... De praktijk wijst uit dat wel zijn vrucht heeft afgeworpen, zodat ze zich daar beter staande kunnen houden. Ja, want die reactie die wij zo net voorbij zagen komen, die zijn schijnend. Hè? Mijn kind heeft geen vriendjes, want die vrienden vinden het niet leuk om met mijn kind te spelen. Dat snapt hij niet en dan moet hij van huilen. Mijn kind wordt gepest. Zijn dat dingen die op te lossen zijn? Ik zit even naar Dorien te kijken. De vraag is, je kan wel zeggen van, goh, mijn kind heeft geen vriendjes. Leidt het kind daar zelf onder? Wil het kind vriendjes, ja of nee? Dat is gewoon de vraag. Of is wat de buitenwereld ervan zegt van, spelen ze niet op straat? Als een kind in zijn eentje gelukkig is... Waarom moet hij dan vriendjes hebben? Ja, dat kan ook, hè. Mijn zoon is altijd... Ik heb voor mijn zoon heel lang geprobeerd speelafspraakjes te regelen. Maar andere kinderen hadden daar met hem niet zo heel veel zin in. Maar hij wilde het zelf ook heel vaak niet. Hij zei, ja mama, ik ben de hele dag op school al sociaal, zei hij dan. Maar dat neemt niet weg dat er ook kinderen met autisme zijn die graag willen en die het de hele tijd niet lukt. En dat is heel moeilijk. Want je kunt geen vriendschappen met andere kinderen gaan afdwingen. Maar als jullie op school zien dat een kind geïsoleerd raakt... Ja. Of dat een kind bijvoorbeeld door woedeaanvallen die heeft... Omdat die dingen niet snapt. Jouw zoon had daar bijvoorbeeld ook last van. Onze dochter heeft daar regelmatig last van. Maar het is gewoon puur gebaseerd op of onrechtvaardigheid... dat ze iets niet snapt. Wat dan weer oploopt... waarbij ze bijvoorbeeld naar binnen wordt gestuurd de klas in... Wat niet uitgesproken wordt. Nou, wat kan je van een school verlangen aan het opvangen? Wat kan je van een leerkracht verlangen die voor een klas staat van 31, 32 kinderen... dan 1 of 2 kinderen met autisme heeft? Hoeveel extra begeleiding mag je van zo iemand in het huidige schoolsysteem verwachten? Ja, ik denk gewoon aan de leerkracht in de klas. Niet zozeer aan hele extra dingen, maar gewoon een aantal dingen over die leerling weten. Je hebt bijvoorbeeld kinderen met autisme die heel veel vragen blijven stellen. Dat is gewoon om die zekerheid te hebben. En die gewoon ook heel graag, als ze ergens geïnteresseerd zijn, daar heel veel over vertellen. Nou, dan zie je soms al, als je voor zo'n klas staat, zie je die kinderen soms met hun ogen rollen van, oh, wat een bedweter, hè. En daarom vind ik het ook belangrijk om dat aan een klas uit te leggen, wat er met iemand is. En ik denk ook dat het belangrijk is dat een docent, dat hij dat weet, dat dat niet is iemand is die zijn kennis zit te etaleren van kijk eens wat ik allemaal weet, maar dat dat gewoon oprechte een passie is. En bijvoorbeeld ook dat vele vragen een behoefte aan zekerheid is. En dat je dat vragen, want dat zie ik dan ook wel eens, bij collega's van mij die dan heel erg denken van... oh, dat kind is autistisch, dat moet ik rekening mee houden. En die laten dat dan maar vragen. En dan vraagt dat kind dus door. Want je moet duidelijk zijn. Je moet dat vragen op een gegeven moment begrenzen. Dan moet je zeggen, nou, je mag nu nog 1 vraag stellen. De rest moet je bewaren tot het eind van de les. Want anders gaan ze door. In hoeverre worden jullie personeel van jullie school... in hoeverre worden die geschoold in autisme? Ik geef aan het begin van het jaar geef ik altijd een presentatie over gewoon autisme in de praktijk. Mm-hmm.
En dan leg je een beetje uit wat autisme is. En verder doe ik het heel praktisch. Ja, aan de hand van alle voorbeelden die we inmiddels door de jaren heen hebben Maar nu hebben we ook gebouwd autisme. Hè? Of ja. Nou, nu nog niet. We hebben hem wel. In september. In september. In het najaar. Nou, wij hopen gewoon dat het in september nog volop zomer is. Om al de schade van nu in te halen. Maar de schoolgids autisme komt uit in dit najaar. Nou, we gaan verder praten over de school. Maar dan met onze gast Tom. Tom van Duren organiseerde gisteren een prachtige avond. Bijeenkomst op jouw school, Mariendaal, in Arnhem. Ja. 9 oud-leerlingen heb je uitgenodigd. Ja, nou, dat is wel grappig. Het waren er eigenlijk 10. Oh. Maar je lijkt wel autistisch. Moet wel precies zijn. Die Nee. Nou, in zoverre ben ik flexibel dat ik had de 10 uitgenodigd. Ik denk, er gebeurt altijd wel wat. Eentje voelt zich zwak, ziek en misselijk. Maar er was nu 1 oud-leerling. Die is gewoon niet opkomen dagen. En daar heb ik hem vandaag gemaild. En dan kreeg ik het antwoord van... shit, vergeten. Mijn hoofd is veel te vol. Punt. Dat was het. Nou ja, goed. Dus ik heb de 9 overgehouden. Maar het was een prachtige avond. Ja, je hebt ze gevraagd om naar school te komen. Om terug te kijken op nou, hoe zij hun schooltijd hebben beleefd. Ja. En wat ze hebben... wat het hen eigenlijk heeft opgeleverd. Ja. En wat jullie niet goed hebben gedaan eigenlijk ook een beetje. Ja, en ook wat we wel goed hebben gedaan. Dat willen we ook graag horen. Zullen we eerst voordat je verder gaat praten, naar een aantal van die oud-leerlingen van jou kijken? Ja, want graag. Er is gisteren iemand met een cameraatje naar de school getogen en heeft een aantal reacties van oud-leerlingen vastgelegd. Ik had 1 mentor. En dat was ook mijn vaste aanspreekpunt. Nou, en daar kon ik ook altijd bij terecht. Welk vak ik ook had, als wat was, dan kon ik bij die mentor terecht. Zeer zeker de persoonlijke begeleiding die ik kreeg. Ik kwam natuurlijk ook door de kleine klasse. Mm-hmm. Een hele informele sfeer. Dat is eigenlijk wel het belangrijkste wat ik ooit hier heb gehad. Dat je wel op weg wordt geholpen ook. Of er zijn mogelijkheden dat zeg. Je komt er wel uit. Omdat je ook even die rust en die vertrouwen erin heb. Daarnaast leer ik gewoon niet heel makkelijk en heb ik wat meer aandacht nodig en wat meer ondersteuning en iemand die 3 keer uitlegt in plaats van 1 keer. En ja, dat kan gewoon in een kleinere klas en waardoor je ook nog meer van elkaar leert omdat de klas kleiner is. In het begin was het heel erg wennen, maar na een tijd ging het toch wel redelijk goed. En de structuur ook wel en hoe het toen was met dat je altijd 1 vast lokaal had. Ja. En 1 vaste mentor, jou dan, 1 vaste mentor. Dat was heel prettig. Dat is voor mensen met autisme denk ik ook heel belangrijk. Gewoon de duidelijkheid. Mm-hmm. En vertrouwde omgeving is, dat heeft mee te maken. Het vervolg na Mariendal, dus die overstap naar beroepsonderwijs, mm-hmm. laten we maar zeggen. In het mbo is het niet zo heel erg groot. Maar vooral op het HBO is daar wel een groot verschil in. En dat is met name dus de coulance die er is bij het maken. Maar voornamelijk het inleveren van opdrachten. Mm-hmm. Dus deadlines eigenlijk. Ja. Daar wordt hier, toen in mijn periode, werd daar weinig aandacht aan besteed. Zo heb ik het ervaren in ieder geval. Als je op het HBO komt, dan hebben ze niks met een... dan bestaat het woordje maar in dat geval niet. Nee. Of ik had. Geen excuses. Weinig excuses, laat het zo zeggen. Ja. En dat gaat ten koste van je resultaten. Ja, ik heb nog wel eens mensen gesproken van de NEGO-opleiding. Die ik dan tegenkwam in Arnhem en alles. En ook gevraagd hoe het dan met hun ging. En die deden niet examengericht onderwijs. Vooral heel erg op praktisch. Op het vinden van een werkplek, betaald of onbetaald. Mm-hmm. Of dagbesteding zelfs. En die hadden veel meer een fundament, zeg maar. Want ik had dan, en anderen ook, dan een diploma. Maar dan moet je nog gaan werken. En dat is nog een tweede stap. En dat is eigenlijk best een groot gat waar je dan invalt. Terwijl de mensen van de NEGO, dat niet examengericht onderwijs, die werden echt helemaal klaargestoomd voor een werkplek. Ja. Toen hadden ze die werkplek en vanuit daar konden ze doorstuderen zelfs nog. Het is wel mooi wat, want er wordt gezegd, het is fundament, het is rust, vertrouwen. Ja. Maar wat Michael zo mooi verwoordde was zijn hbo-ervaring. Ja. He, dat datgeen wat kon bij jullie op school, dat kon op de hbo niet meer. Nee, nee. Je kon niet meer te laat inleveren, je kon niet meer sjoemelen, bij wijze van spreken. Ja, nee, dat klopt.
komt. Hoe kijk je daar dan op terug? Want kan je dat de kinderen uiteindelijk wel meegeven? Oh ja, ja zeker wel. Want anders hebben ze een leuke periode op school, maar daarna verzuipen ze. Ja, nee, dat klopt. En dat is ook hetgene waar we nu veel meer mee bezig zijn. Als voorbereiding op het vervolg. En dat kan zijn school, dat kan zijn dagbesteding, arbeid. En we hebben in 2009 zijn we begonnen op school met een onderwijsconcept levensloopbegeleiding. Waarin ze moesten leren, leren kiezen, leren leven. Die drie domeinen, daar draait het om. En dus bijvoorbeeld leren kiezen, dat ze zich goed konden voorbereiden van welke kant ga ik op? En dat ze ook door middel van beroepentesten naar de scholen zelf toe gaan, stages gaan lopen, nou, om ze. Maar heb je dan die ervaring zoals Michael die had op de HBO-opleiding niet meer? Nou, ik denk, wij worden op school, wij zijn, noem het maar, voortschrijdend inzicht. Wij zijn ons er wel degelijk van bewust van. Want eigenlijk zeiden jullie waren te soft tegen mij. Nou, eigenlijk zegt hij dat wel. Maar aan de andere kant, ze zeggen ook, Mariendaal is een warm bad. Ja. Dus de hele omgeving is veilig, voelt warm voor ze. En soms is het inderdaad wat te warm. Dan zeggen we van, als het vandaag niet lukt en inderdaad je voelt, als het zat niet lekker in je vel, dan leef je het volgende week maar in. En Michael zegt eigenlijk met zoveel woorden, dat moet je niet doen. Afspraak is afspraak, dan krijg je maar een één. En die gedachte, die mentaliteit, die begint wel wat meer in school door te dringen. Zo van, wij moeten zorgen dat die overgang naar het ROC, HBO, noem het maar op, dat ze daar goed op worden voorbereid. Dus dat moeten wij beter doen. Wat is in jouw optiek het belangrijkste? Is dat het plezierig aanwezig zijn op school? Dus dat je daar plezier hebt, dat je daar niet met een steen in je maag naartoe gaat? Of is dat daadwerkelijk je laven aan kennis en zorgen dat je met kennis de samenleving uiteindelijk in kan gaan? Is het plezier en je goed voelen? Ja, ik denk dat het combinatie is. Je moet je eerst goed voelen. Je moet met plezier naar school gaan. Je moet zoiets hebben van, ja, nou, ze hoeven niet allemaal fluitend de school binnen te komen, maar als je lekker in je vel zit en je voelt je goed, dan gaat het leren ook steeds beter. Dat is gewoon zo. Ja, jij wilt iets aan. Ja, dat klopt. Het is inderdaad zo van, als je gewoon als kinderen goed in hun vel zitten, dan kunnen ze ook beter stof opnemen, kunnen ze ook beter leren. En dan, ja. Jij bent ook actief bij het steunpunt Autisme Arnhem. Hè? Dus ja. je wordt als het ware ingevlogen bij scholen om te zorgen dat het goed verloopt met een kind. Ja, is een zo, van zo mag de, ik zo zeggen. Ja, is een van de taken. Ja, waar moet je vooral bijsturen? Op welke punten? Waar zie je dat kinderen zich dan niet lekker voelen of niet presteren? Ja, nou, er zijn de verschillende aspecten. Dat is, wij proberen de leerkrachten te scholen. Zowel op basisschool als voortgezet onderwijs. Maar dan geven we ook echt cursussen autisme in de klas. Hoe ga je nu met leerlingen die autisme hebben, hoe ga je daar nu mee om? Wat moet je wel doen, wat moet je juist niet doen? Dat doe je voortgezet onderwijs en basisscholen. Wat is de grootste fout die een leerkracht maakt? De grootste, behalve bijvoorbeeld ze te veel ruimte geven, hè, wat hier net werd gezegd. De grootste fout die gemaakt wordt, nou ja, grootste fout, maar men denkt heel gauw van, ik sta al een paar jaar voor de klas, ik doe het op intuïtie. Maar als jij niets van autisme weet, dan maak je de grootste misses. Je moet wel een theoretische achtergrond hebben. Je moet weten wat het inhoudt. Je moet weten waar het kind een behoefte aan heeft en wat je zeker niet moet doen. Zie je vaak dat ouders en leerkrachten elkaar niet begrijpen of elkaar niet vinden? Ja, dat gebeurt wel. Ja, heel concreet voorbeeld. Ik had een keer een leerling in de klas. Nou, modelleerling. En ik kreeg van moeder te horen, thuis ontploft hij. En het werd met een heel ander kind beschreven. Ik snapte er niks van. Maar die had op school de hele dag op zijn tenen gelopen. En wat jij ook zei van jouw zoon, van de hele dag moest je sociaal zijn. Ja. Ze zijn kapot aan het eind van de dag. En nou, dat uitzicht dan door boze buien, driftig. Ja, dat soort verhalen ken ik ook hoor. Van kinderen. Waar, dan bellen ouders op van wat is er gebeurd op school en wat doen jullie toch allemaal? En
zijn wij stom verbaasd, want het kind gaat prima door zo'n hele schooldag heen. En die ouder, het komt thuis en ouders vragen hoe was het op school en bah, weet je, en dat is, ja, dan is het gewoon echt overvraagd. Maar daar kun je, wat kun je daaraan doen? Wat moet je dan het kind minder bevragen? Nou, ik denk als het elk... Kijk, we hadden het net over, moet een kind zich lekker in zijn vel voelen? Ja. Of moet je op school ook gewoon leren? Zoals ja, dat allebei. Het is allebei, het is en-en, denk ik. Maar een van de dingen die wij wel op school doen, is leerlingen met autisme mogen apart pauzeren, bijvoorbeeld. Dus hè, in de kantine waar bij ons klas 1 en 2 pauzeren, daar zitten 550 kinderen. Ik moet er ook wel surveilleren. Dan begrijp je in één keer de termen, hè, overgevoelig voor prikkels. Nou, dat kan ik dan in één keer heel goed snappen. Nou, dat is voor een aantal autistische kinderen is dat te lawaaiig, te druk, te vol, ook te onoverzichtelijk. En die pauzeren dan met z'n allen boven op een gang waar tafels en stoelen staan. We hebben ook stilteruimtes. Op jullie school? Op onze school hebben we ook stilteruimtes. Ja. En dan gaan leerlingen, voor wie het veel te druk is, die mogen daar een boterhammetje eten. Ja. Haar schoolgids komt uit, maar jullie hebben dus dat, hè, sinds 2009 werken jullie dan met dat levensloopplan. Dat is leren, leren, leren kiezen, leren leven. Mm-hmm. Is dat verkrijgbaar? Ja, we hebben folders daarvan. Er staat ook op de website van onze school. Collega's van ons die in de stuurgroep levensloopbegeleiding zitten, die gaan ook naar andere scholen om te vertellen van hoe doen wij dat nou bij ons op school. Nou, als iemand jou daarover wil bevragen, moet hij ook maar even bij Autisme TV aankloppen. Dat lijkt mij een prima idee en dan zorgen wij wel dat u bij Tom terecht kunt. Ja. Ja, want je ziet bij kinderen en jongeren met autisme vaak een bovengemiddelde interesse in de digitale wereld. En er zijn, hebben wij gemerkt, veel ouders die zich zorgen maken over de vele uren dat hun kind achter de computer zit. Vraag is die zorg terecht? Of is die digitale wereld juist een wereld die veel kansen biedt aan mensen met autisme? Juri is een jongen van 20, bouwt apps, verkoopt die via de Apple Store en rijdt inmiddels in een gloednieuwe elektrische auto. Dit is Juri. Hij is 20 jaar en is ondernemer. Hij heeft autisme en ADHD. Nou, eigenlijk was het zo, de eerste dag dat hij geboren werd, de eerste dag heb ik al gemerkt dat hij anders was. Terwijl het was mijn eerste kind, maar toch het gevoel. En de officiële diagnose is gesteld toen hij 2,5 jaar was. Juri rijdt in een gloednieuwe elektrische auto. Gekocht van zijn eerste geld als ondernemer. Want de zaken gaan goed bij Juri. Ja, de auto is inderdaad een bewijs van. Die heb ik even volledig mee betaald. Ja, als je goed analyseert en de juiste apps maakt, op de juiste tijd, dan verdient het goed. Juri heeft een werkplek bij een ICT-bedrijf in Elst. No Excuse heet het. Er werken vooral jongens met autisme. Ze maken websites en apps. De jongens worden begeleid door Henk. Hij heeft een eigen bedrijf en ontwikkelt apps. En gedurende de dag hebben we de werkzaamheden besprekingen en doen alles wat met zijn bedrijf financieel doorspreken. Juri werkt niet in opdracht van anderen. Hij werkt voor zichzelf. Hij maakt vooral games voor smartphones en tablets. Hij bedenkt ze helemaal zelf. Ik heb een bedrijf en ik verkoop apps, verschillende platformen, voor meeste voor 99 cent. Euro en enkele apps zijn advertenties supported en al dat bij elkaar, dat is het geld. Oké, ja, Juri was qua school, vond ik altijd erg onstuurbaar. Hij, ik zeg altijd, als je even terugtelt, heeft in zijn leven 34 juffen, 2 meesters versleten. Geen goed handschrift geleerd en eigenlijk, hij wilde niet leren wat hem geleerd werd. Hij wilde eigenlijk alleen maar leren wat hij zelf interessant vond. Juri leert snel. Maar niet als anderen hem dat opdragen. Op school leren vond hij helemaal niks. Dus dat deed hij niet. Volgens mij het komt zowel alle autisme en ADHD'ers hebben wel een probleem op school. En dan ben ik ook nog eens in Indigo, wat ook meespeelt. En die hebben het ook niet op school. Dat werkt. Het is gewoon absoluut niet gerelateerd. Goed, dat ken je allemaal wel. Maar om dat allemaal begrijpend te gaan lezen, daar heb je gewoon niks aan. Want nu kan ik ook gewoon alles zonder dat ik die school... Nee... school is niks van mij.
Engels leren op school, dat deed Juri niet. Maar toen hij Engels nodig had om met Apple zaken te doen, toen had hij dat in no time geleerd. De schoolperiode. Nou, de schoolperiode, om het kort te zeggen, is dat Juri eigenlijk nooit op school heeft gezeten. Ten eerste kon hij al niet stilzitten, liep hij altijd overal naartoe. En hij was ook helemaal niet open om te leren. Juri is gek van computers. Dat was zijn hele leven al zo. Als kind zat hij altijd achter de pc. Gamen en andere dingen doen. Tot grote zorg van zijn ouders. Juri zat veel achter de computer. Als ik hem zijn gang zou laten gaan, zat hij altijd achter de computer. Maar dat mocht hij niet. Hij moest ook wel andere dingen doen. Maar achter die computer leerde Juri meer dan al die jaren op school. Daar lag zijn kracht, ontdekten zijn ouders. En daarom besloten ze om hem juist te stimuleren achter de computer. Maar jij wil eigenlijk leren programmeren en ga dat doen. En vanuit het leren programmeren zegt hij, ik wil Apple iPhones gaan programmeren. Ik wil developer worden, ik wil een Apple computer kopen en dan ga ik me dat zelf aanleren. Ik zeg, nou, ik zeg, wat kost het? He, want de computers hadden inmiddels al die jaren al veel gekost bij Juri. Ik zeg, nou prima, we doen nog één keer zo'n investering en dan kijken we of je daar wat mee kan. Juri doet het goed, maar is niet op alle terreinen even sterk. De alledaagse dingen vergeet hij. Eten vindt hij minder belangrijk. Hij heeft in principe altijd wel gezien dat hij geld moet verdienen om iets te kunnen bereiken. Hij heeft zich altijd een paar doelen gesteld. Maar aan de andere kant, het interesseert hem niet om daarmee goed om te gaan. Huishouden voor hemzelf zorgen vindt hij ook onbelangrijk. Juri kan 's ochtends maar moeilijk opstarten. Als hij slaapt, dan kunnen 5 wekkers hem niet wakker krijgen. Het enige probleem waar ik nog heb is slaapproblemen. Dat Einstein ook, als je zeg maar wakker bent, dan blijf je zeg maar continu wakker. Dan wil je niet gaan slapen, dan ben je hier. Maar als je dan eenmaal droomt, dan nou ja, ben je of ergens anders. Of je bent in een droom, of je bent ergens aan het zweven. Maar dan wil je gewoon blijven. Gelukkig is er Henk, zijn begeleider. Die belt hem iedere ochtend wakker. En dat werkt. Ja, wat met Juri is eigenlijk ook 's ochtends wakker bellen. En ja, ik zorg dat het op tijd hier is. Juri heeft het naar zijn zin als ondernemer, met zijn eigen bedrijf. Maar echt helemaal gelukkig worden, dat zal pas in zijn volgende leven gebeuren, denkt hij. Niet in dit leven met autisme. Volgend leven ben ik van overtuigd als het wat beter gaat, maar dan moet ik wel een beetje de handjes uit de mouwen doen. Dan moet ik wel gewoon goed werken, goed mijn best doen. Dan doe ik al die Reiki-cursus en dan help ik ook mensen altijd gratis. En ik denk van, als ik dat goed genoeg doe, ben ik van overtuigd dat ik in ieder geval volgend leven geen autisme meer heb. En dat ik dan gewoon net als iedereen, vrouw, kinderen, familie, weet je wel, dat ik dan gewoon heel normaal mens word. Ja, het is wel indrukwekkend, hè? Ja. Als hij dat zo zegt. Het is natuurlijk niet zo dat het voor elke jongen zo geldt dat hij succesvol ICT-ondernemer wordt. Jij zei net, terwijl je zat te kijken, onze zoon wordt echt begrensd, want anders verliest hij zichzelf er helemaal in. We zijn toegekomen aan ons laatste onderwerp, logeerhuizen. Ouders die even tot rust willen komen, kunnen hun kind ook een weekendje naar een logeerhuis brengen. Carlijn vond het vanaf het begin gelijk prettig hier. Dus dat was voor ons eigenlijk heel verrassend. Want zo makkelijk is het niet om zo in een andere omgeving te komen en daar ook dan nog te slapen. En 24 uur per dag te zijn. Maar dat ging, ja, dat heeft ze heel goed opgepakt. En de structuur natuurlijk is voor heel erg duidelijk. Heel voorspelbaar, dus ze weet precies van tevoren waar ze al aan toe is. En dat maakt voor haar dat ze heel makkelijk kan schakelen. Ga maar naar beneden, kun je de rest zelf uitpakken? Natuurlijk. Ja, de kinderen die hier voor in aanmerking te komen logeren, zijn kinderen met het, die gediagnosticeerd zijn als autisten, dus als AS. En zij komen hier logeren om gezinssituatie te ontlasten, om voor hunzelf sociale contacten op te doen, om gewoon hier te leren hoe het is om met anderen samen te zijn. We zijn hier in de huiskamer. De huiskamer is verdeeld in 2 delen. Het ene deel is de televisieruimte, waar kinderen rustig tv, film
kunnen kijken, maar waar ook de drinkmomenten plaatsvinden. Het andere deel is het computerdeel, waar ze een internetcomputer hebben en waar de tafel staat waaraan gegeten wordt. Hier is de keuken, hier worden de bakactiviteiten gedaan en hier worden ook knutselactiviteiten gedaan, omdat de tafel lekker groot is. De eerste keer dat we Klein hier brachten, dat zoveel jaar geleden, dat moet ik even terughalen, maar dat was wel echt behoorlijk ingrijpend ook wel. Schrikken dat je de weg brengt, dat je haar echt overgeeft in andere handen. En het vertrouwen dat je dan moet hebben in andere mensen die op dat moment voor jouw kind gaan zorgen. Ja, na afloop kregen wij na het eerste weekend gewoon een heel vrolijk meisje terug. En toen hadden wij toch wel het gevoel van dat zal dan ook wel goed zijn. Dit is de algemene speelruimte. Hier hangt ook het klokkenbord waarop ze kunnen zien wie er werken, wat er aan het programma is te doen is en hoe laat. En daar kunnen ze hun individuele afspraken bekijken. En in de vliegtuigstoelen, daar zitten ze vaak rustig met een tablet of een boekje. En daar lezen ze wat. Of ze zitten lekker met z'n tweeën te fantaseren dat ze een reis gaan maken. We hebben van ieder kind een logeerplan. Er wordt van ouders uit eerst aan ons hoe het kind thuis is. En dan gaan wij na een jaar kijken hoe was het kind dan hier. Dat plan wordt helemaal opgesteld. Er worden ook begeleidingsvragen ingezet of hoe je het kind begeleidt. En op die manier kun je dus toekomen aan het individuele kind. En kun je dus ook zorg op maat leveren daarin. Ze is hier zo gewend na zoveel jaar. En de mogelijkheden zijn er ook om hier tot lang in je begin volwassenheid te blijven logeren. Dus met steeds op een andere plek na een aantal jaren. Dus we hopen echt dat ze hier nog heel wat jaartjes mag komen logeren. Ja, doei doei. Dat is wat je wil zien, hè? Dat ze blij zijn. En, want jullie hebben er ervaring mee. Ja. Maar dit is wat je kunt doen als je ziet dat je kind het naar de zin heeft. Ja. Anders doe je het niet. Dan kan je het loslaten. Ja, dat doe je ook. Ja. Ja. Er zijn veel logeerhuizen in Nederland. Ik denk dat het beste is als u er interesse in heeft, dat u dan gericht op internet daar naar gaat zoeken. Of u kunt het ook gewoon bespreken met een behandelaar. Want als het goed is, hebben zij de lijsten gewoon op hun bureau liggen. Tom, Jeanette en Doreen, ik had het gevoel dat ik weet niet hoe lang met jullie nog had kunnen verder praten, maar de tijd is helaas om. Dat had ik ook. Ja, Tom die dacht, geef mij nog maar een half uur. Ja. Ik heb zo weinig kunnen zeggen. Ja. Nou, er is veel te zeggen, maar ook de website zal voldoende aanvullende informatie geven over alles wat we hier hebben aangestipt. Maar dank voor jullie komst naar de studio en het bekendmaken van, toch ook wel een beetje het prijsgeven van je eigen prikkelen in je gezin. Dank daarvoor. U kunt ons volgen via onze Facebookpagina, Twitter, LinkedIn. Doet u dat vooral. U kunt rechtstreeks via de homepage van Autisme TV naar deze social media. Dan hebben wij nog een kijktip. Dat hebben we elke uitzending. Straks om 9:55 begint de documentaire Ver van Huis. En Ver van Huis is een zoektocht naar het leven en werk van de Haagse kunstenaar Willem van Genk. Willem van Genk is een man die kampt met autisme en daarnaast ook aan schizofrenie leidt. Van Genk heeft een fascinatie voor stations en wordt tegenwoordig beschouwd als de belangrijkste vertegenwoordiger van de outsiderkunst in ons land. De film, zou je kunnen zeggen, is zowel een kennismaking als een eerbetoon aan deze toch wel unieke kunstenaar. Documentaire is te zien via de website van HollandDoc of via de televisie als je het kanaal HollandDoc kunt bekijken. Straks dus om 9:55. Wij zijn er weer morgen, dezelfde tijd 8:30. En voor wie, naar aanleiding van de uitzending, behoefte heeft om te praten, kan. Ons telefoonteam zit voor u klaar tot een uur na deze uitzending. Telefoonnummer 026 4x3 037. En dan rest ons, dat is toch leuke afsluiter elke keer weer, de afsluiter van elke uitzending van de Autisme TV, Mijn Talent. Voor vandaag gingen we langs bij Francesco, een multitalent.
Mijn eerste plan was om manga-artiest te worden. En dus daarom gingen mijn moeder en ik vaak naar stripbeurzen af om manga-artiesten op te zoeken, om tips te krijgen. Maar toen wilde ik ook les krijgen in andere dingen, niet alleen manga. Dus ik heb dat manga langzaam laten varen. En een ander stijl verder getekend. En door de jaren heen heb ik mijn eigen stijl ontwikkeld waar ik heel erg trots op ben. Ik zal even eentje pakken. Deze stijl. Dat is gewoon schetsen met potlood. En daarna met een stift aan de slag. Hier zit een autist in het midden. Die wil heel graag contact maken met de vier mensen die aan de bar zitten. Maar die weet eigenlijk niet hoe, zeg maar. Ja, en mijn moeder die heeft me door de jaren heen goed geholpen om autisme positief in te zien. Zodat je het voor andere dingen kan gebruiken, zeg maar. Steeds meer ideeën komen dan steeds uit voort. Door wat ik denk als autist, zeg maar. Dus mijn autisme heeft best wel veel bijgedragen aan mijn talent, inderdaad. Deel je angst maar met mij. De angst voor dingen die in duisternis gehuld zijn. Je angst voor dingen die maar steeds groter en groter worden. Maar geen zorgen, mijn liefste. Zodra ik bij jou ben, zal ik jouw angsten bestrijden. En dat doe ik met hart en ziel, mijn liefste. Elk talent die ik heb, zijn me even lief. Dat moet ik wel eerlijk zijn. Maar als ik gedwongen zou worden om iets te doen, dan is het toch wel, denk ik, zingen, denk ik. I can't sleep, 'cause you are in my heart so deep. Wat ik eigenlijk zou willen zeggen is gewoon, je bent een autist. Oké, wat maakt het uit? Welkom in de family, zeg maar. Control, I wanna control.